Inmiddels zijn we verdeeld over 81 ziekenhuizen in met name West-Europa, verdeeld over 15 landen. Dit jaar zou het jaar moeten zijn om van start-up om te slaan naar scale-up. De laatste keer dat ik je sprak, Michael, dat is al heel wat jaren geleden. Hoe is het je vergaan in al die tijd? Ja, eigenlijk wel goed. Ook wel heftig. We hebben echt 8 jaar lang, want we bestaan nu 8 jaar. Yeah. 8,5 bijna. We hebben 8 jaar lang geknokt. En toen wij begonnen met het bedrijf hadden we 1 product, schedelimplantaten. Yeah. En ik wist toen eigenlijk al van ja, op 1 product gaan we de wedstrijd niet winnen. Daar bouw je geen multinational op uiteindelijk. Dus wij zijn eigenlijk in de afgelopen 8 jaar enorm gaan diversificeren. En hebben we heel veel subsidies aangewend en zijdelings investeringen ontvangen om kwalitatief hoogwaardige producten te ontwikkelen op het gebied van patiëntspecifieke producten. Mm-hmm. En hebben we dus in 8 jaar tijd hebben we 10 producten in totaal ontwikkeld, dus 9 nieuwe. En we hebben in 2018 onze eerste bedrijfsovername gedaan, waarmee we dus ook 2 nieuwe producten hebben overgenomen van een onderneming waar we eigenlijk al implantaten voor produceerden en waar we klikadapters voor produceerden. Mm. Dus dus eigenlijk al fijn samenwerkte. Mm. En die oud CEO die zag in mij een opvolger, dus dat heeft hij toen gevraagd. En dat hebben we eigenlijk vrij snel beklonken toen, van nou, dat gaan we gewoon doen. En dat was een kleiner bedrijf, groter bedrijf? Ja, was een klein bedrijf, en maar wel met 1 specifieke doelgroep als markt. Patiënten met een geamputeerd been. En daar hadden ze een implantaat voor ontwikkeld wat in het resterende stuk bot geplaatst wordt. Mm-hmm. En dan wordt er met een slim apparaatje werd het kunstbeen vastgeklikt aan dat implantaat. En de oud-eigenaar die gaf aan, ja, ik ben bijna 70, ik ga met pensioen. Hmm. Dus het zou fantastisch zijn als mijn idee bij Excel ook ondergebracht kan worden en verder uitgebouwd kan worden. Dus dat was vrij snel geregeld. Ja. Hey, en Xilloc, even voor de mensen die het niet kennen. Het unieke is eraan, maar dan sla ik het wel heel erg plat. Maar dat is dat je implantaten, of in ieder geval, nou, moet je zo meteen maar vertellen precies wat allemaal. Maar dat doe je op basis van 3D print technologie, toch? Wij maken, de kern van de onderneming is dat wij implantaten maken die op de patiënt aangemeten zijn. Dus dat is patiëntspecifiek. En een van de productietechnologieën die we gebruiken om het te maken is 3D printen. Maar wij maken ook implantaten die conventioneel gefreesd of gedraaid worden. Dat hangt er een beetje vanaf van de wens van het eindproduct. En in sommige situaties leent daar 3D printen zich heel goed voor. En in sommige situaties is het beter om de conventionele technieken te gebruiken. Oké, en hoe groot is het aandeel 3D printen inmiddels? Ik denk een beetje 50-50 op dit moment. Oké. Hey, want in het begin, ik weet nog wel, toen ik jou sprak, toen had jij het ook nog over een case met, volgens mij, voor de raketten van Elon Musk of zo, weet ik veel. Maar jij hebt je dus wel heel duidelijk op het implantatenstuk gefocust. Ja, we hebben 4 jaar geleden hebben we een industriële activiteit opgericht. Ja. Met als doel inderdaad om 3D printen in de Euregio breder aan de man te brengen. Ja. En tegelijkertijd zelf daarmee een machinepark op de campus neer te zetten waar wij gehuisvest zijn, de Brightlands Campus. Ja. Om daar ook medisch mee te groeien. Nou, uiteindelijk hebben we die industriële activiteit eigenlijk al na 1,5 jaar proberen, hebben we dat weer afgebouwd. Want daar zagen we 2 dingen gebeuren. De industriële partners die er heel serieus naar keken, zoals inderdaad een satellietonderdeel. Daar hebben we 2 of 3 samples voor geprint. En toen was de boodschap duidelijk voor hun en zeiden ze, wij gaan zelf een printer kopen. Ja. En die eentje soms wel 19 in 1 keer.
En dan had je het middenkleinbedrijf, dat hikte er in spiegelbeeld tegenaan. Die zeiden van ja, dat is toch nog een ver van mijn bedshow, laat ik daar voorlopig nog maar geen centjes aan besteden. Dus eigenlijk hadden wij vrij snel door, dit businessmodel werkt niet. En toen hebben we dat dus ook, dat was ook wel een hele zware en moeilijke keuze. Maar achteraf ook wel een hele goede leerschool. En nu hebben we dus eigenlijk 4 jaar geleden geleerd van oké, schoenmaker blijft bij je leest. Ja. Focus op het gebied waar je hart ligt. Ja. En dat zien we ook aan het hele team. Dat wij mooie medische implantaten mogen maken die in patiënten gaan. Ja, daarvoor tikt het hartje van heel mijn team. En daar doen we het voor. En ik ben dus wel blij dat we dat zo vroeg in de onderneming al hebben mogen leren. Ja, en dat we daar nu ook de toekomst mee kunnen inslaan. Hey, want hoe oud ben jij nu? Ik ben inmiddels 35. 35, gevoelsleeftijd dan misschien qua ondernemersjaren al. Nou, hoe lang ben je aan het ondernemen nu? Ik ben begonnen toen ik 24 was. Ja. En hoe groot is het team? Maar het voelt alsof ik 30 jaar ondernomen heb. Ja. En hoe komt dat dan? Ja, omdat ik toch wel in de laatste 9,5 jaar weken heb gedraaid van 80 tot 110 uur. Mm-hmm. En ik niet alleen, maar het hele team ook gewoon constant zijn beste beentje voorgezet heeft. Mm-hmm. En daarmee hebben we eigenlijk werk van misschien wel 30 jaar verzet in 10 jaar tijd. Ja, dat heeft ons ook in staat gesteld om zo'n professionele organisatie neer te zetten met topkwaliteit producten die mensenlevens verbeteren. Ja, want hoe groot is het team en het bedrijf nu? Kun je wat cijfers noemen? Wij zijn inmiddels met 11 mensen. Mm-hmm. Dus we hebben een volwassen productieafdeling die alle implantaten maakt. We hebben een volwassen ICT-afdeling. We hebben een goede designafdeling, ontwikkelafdeling, kwaliteitsafdeling. En daarmee timmeren we dus hard aan de weg. En we zijn over de afgelopen 4 jaar hebben we ook een aantal slimme distributeurschappen afgesloten, waardoor er eigenlijk in landen buiten de Benelux heel veel distributeurs voor ons rennen en we dus eigenlijk een veel groter salesnetwerk hebben, waardoor onze producten veel breder een afzetmarkt hebben. En om dat een beetje in contrast te zeggen, toen ik begon was Maastricht als klant, één ziekenhuis in één land. En inmiddels zijn we verdeeld over 81 ziekenhuizen in met name West-Europa, verdeeld over 15 landen. En daar zijn we hofleverancier. Dus ja, dat is wel, als ik daar nu naar terugkijk, is dat wel een hele prestatie geweest om dat in zo'n korte tijd neer te zetten. Ja, en hoeveel omzet doe je dan? Of is dat geheim? Ja, die knippen we nog even uit. Ik knip helemaal niks. Die maak je niet bekend. Nee, ja, je kan de KVK-stukken erop naslaan. Ja. Wij hebben denk ik over de laatste 8 jaar is er misschien wel voor 8 miljoen euro geïnvesteerd in productontwikkeling. Van al die producten die ik eerder noemde. Ja. Omzettechnisch zou het jaar moeten zijn om van scale-up om te slaan om van start-up om te slaan naar scale-up. Ja. En daar horen dus ook nog de cijfers bij van een start-up. Stevig gefinancierd om dat break-even point te bereiken. Ja. En om van daaruit een scale-up in te rollen. En daar zag het eerste kwartaal ook fantastisch naar uit. Dat lag lekker op schema. En toen kwam de coronacrisis. Toen trok er iemand de stekker uit de wereld. Dus dat. En wat gebeurde er toen? Ja, toen gingen 81 ziekenhuizen die mijn klant zijn in één keer op slot. Dus dat was wel heftig. En we hebben gelukkig meteen met de investeerders en betrokken partijen goed geschakeld. Waardoor we nu weten van ja, dit jaar is gewoon een beetje
verloren, om het zo maar te zeggen. We benutten het nog wel heel, heel nuttig, daar niet van. Maar het is anders gelopen dan dat we verwacht hadden. Maar nu schuiven we dat gewoon een jaar door en gaat dat volgend jaar worden. Het jaar waarop we van start-up naar scale-up doorknallen. Ja. En hebben we nou nog iets meer voorbereidingstijd voor. Dus dat, daar vind ik wel comfort in die gedachte. En dat gaat ons ook zeker lukken. Mm-hmm. Om nog een beetje een beeld te geven, die omzet die ik niet direct noem. Als je bijvoorbeeld kijkt we hebben rond de start van het bedrijf, zijn we bijvoorbeeld voor een patiëntspecifiek kaakgewricht, zijn we in ontwikkeling gegaan in samenwerking met de Universiteit in Groningen. Daar is 9 jaar lang hebben we daar geïnvesteerd in alle onderzoeken, testen, mechanische validaties, kadaverstudies, klinische studies. En we zijn nu 9 jaar verder en die studie is begin januari is die afgerond. En nu pas kan ik mijn eerste commerciële verkoop gaan doen in een ziekenhuis in Duitsland. Dat is inmiddels ook gebeurd. En dat is een super groot succes. Maar als je dan naar de totale omzet op die productlijn kijkt, is die natuurlijk nog heel laag. Want we hebben 12 van die patiënten mogen doen in de studie. Maar de markt die daarna aan onze voeten ligt, die is misschien een paar duizend patiënten per jaar. Ja. En ja, dat kantelpunt, daar zaten we dus precies dit jaar in. Damn, oké. Hey, en hoeveel geld is er al in geïnvesteerd in jouw bedrijf dan? Als je het zeg maar over die afgelopen, weet ik veel, 10 jaar of zo kijkt. Dat is heel veel. Laat ik zo zeggen, heb je nog aandelen over? Ja, absoluut. Yeah. Dat wel. Ja. Maar er is veel in geïnvesteerd en ik ben ook iedereen die dat gedaan heeft zeer, zeer erkentelijk. Yeah. En dankbaar. En ook fijn dat ze altijd het vertrouwen naar me hebben uitgesproken en ook het idee van ik zal ook hebben ondersteund. Yeah. En wat ik net al aangaf, orde grootte 8 miljoen euro in de vorm van financieringen, maar ook in de vorm van subsidies die we gekregen hebben van de Europese Commissie en van lokale ontwikkelingsmaatschappijen, bijvoorbeeld het LIOF. Die hebben veel instrumenten om productontwikkelingen van een klein idee naar een haalbaarheidsonderzoek te halen en dan vervolgens van een haalbaarheidsonderzoek naar een volgende fase en dan uiteindelijk kan dat de markt vinden. Maar dat is wel echt 8 jaar lang keihard pionieren geweest op al die producten. Wat zijn... wat wil je zeggen? Ik vind het prettig dat ik nu die cyclus ook daadwerkelijk heb laten zien dat het kan. En dat het klopt wat ik al 8 jaar pretendeer. Ja. Dus denk je dan dat je volgend jaar... Denk je dat je door deze crisis misschien volgend jaar naar die scale-up fase, dat je het misschien wel beter kan doen? Doordat je nu even nog... Of had je hem liever dit jaar willen doen? Ik had hem uiteraard liever dit jaar willen doen. Maar ik denk wel dat we nu, doordat we iets meer... ruimte hebben in tijd, zijn we ons wel nog beter aan het voorbereiden op het scale-up jaar. En denken we ook dat jaar misschien nog wel beter uit de bus komt dan dat dit jaar bedoeld was. En naar hoeveel mensen ga je dan? Stel dat je volgend jaar lekker vol gas kan geven en het gaat volgens planning. En ik spreek jou eind 2021. Met hoeveel mensen zit je dan? Nou, ik denk dat we dan op een man of 14 zitten. Oké, dus dat valt een paar mensen nog wel mee. Dat klopt ook, want wij hebben op dit moment de kern van ons team is in staat om het werk wat we nu verzetten te doen. Maar dat kan ook nog keer 8 of zo. En dan pas is het te veel en dan moeten we mensen bij gaan zoeken. Oké. Okay. Dus we zijn nog klaar voor die scale-up. Daar hebben we 8 jaar naartoe gebouwd. Ja, precies. En we hebben nu toen ik jou voor de laatste keer sprak, zaten we gehuisvest op de Brightlands Campus in Maastricht. Mm-hmm. En we zijn 4 jaar geleden verhuisd naar de Gemmelot Campus in Geleen. En van daaruit zijn we eigenlijk gaan groeien met een fabriek ook. En daar hebben we nu de helft van een heel mooi bedrijfspand waar de machines in staan. Dat moet je je ongeveer voorstellen, 450 vierkante meter productiemachines. Mm-hmm. En dan iets van 130 vierkante meter vergaderruimtes en kantoorruimtes waar we het dagelijks in regelen. Hey, wat zijn je belangrijkste lessen geweest van de afgelopen tropenjaren als ondernemer?
wat bedoel je met tropenjaren? Want dat klinkt heel positief bij mij. Maar... Nee, tropenjaren, dat is volgens mij, ja, of ik gebruik hem verkeerd. Tropenjaren is echt dat je keihard hebt gewerkt, bedoel ik. Oké. Ja, ik zal het nog eens googlen. Ik ben heel slecht in uitspraken. Dus waarschijnlijk wat ik bedoel te zeggen is: je hebt keihard gewerkt de afgelopen jaren. Ik dacht dat dat tropenjaren heette. Maar wat zijn je belangrijkste lessen daaruit? Mijn belangrijkste lessen zijn daaruit dat, dat het heel belangrijk is dat je als ondernemer niet vanuit je hoofd handelt, maar vanuit je hart. Dat is denk ik misschien wel de allerbeste les die ik geleerd heb. En hoe? Dat je, en hoe? Je intuïtie en je hart moet volgen. Ja. En dat je dan ook automatisch de tent aan het leiden bent. Mm-hmm. Dus ja. als je iets aan het managen bent, dan ben je dat met je hoofd aan het doen. Want dat is ook iets wat mij niet ligt. Dat is mijn... Zo heet dat, dat is iets waar ik in de jaren redelijk goed in ben geworden en dat heet je excellence zone. Ja. Maar dat is niet waar ik voor in de wieg ben gelegd. Nee. Ik ben in de wieg gelegd voor iets wat heet mijn genius zone en dat speelt zich af in mijn hart en dat betekent nieuwe producten uitvinden om patiënten te helpen en dat publiek zo ver mogelijk te kunnen vertellen aan zoveel mogelijk patiënten. Dat is waar ik van ga glimmen. En dat ga ik, of dat doe ik nu dus ook sinds ik naar mijn hart luister. Ja. En het risico als je een onderneming helemaal van scratch start, is dat je dus automatisch door die onderneming wordt gevormd in een taak of een rol of een functie die van je verlangd wordt, die eigenlijk in de basis helemaal niet goed bij je past. Ja. Ja. Maar dat moet je toch doen, want je kan er niemand voor aannemen en hè, dat kan allemaal nog niet. Dus die wetenschap dat ik dus als ondernemer sinds, en dat is denk ik nu sinds een jaar, op mijn plek ben gaan staan waar ik hoor. Ja, sindsdien is dat gewoon fantastisch. En gaat het ook eigenlijk voor de wind, even corona opzij gelaten. Ja, hey, en hoe kom je dicht bij dat hart dan? Nou, ik ga elk jaar ga ik mee op een ondernemersretreat. Dat heet het Owners Retreat. Dat wordt georganiseerd door een trainer, ook ondernemer, Dirk Schouten. En die neemt 12 ondernemers uit verschillende sectoren mee naar Schotland 5 dagen. En daar wordt op avond 1 gezegd, we weten dat het goed gaat met je, maar laten we dit weekend of deze 5 dagen eens focussen op wat niet goed gaat. En ja, daar kom je herboren van terug, letterlijk. Ja. En ik denk, want ik ben dus ook echt 4 keer meegegaan en de laatste keer vroegen de deelnemers, die hadden gehoord van, ga je voor de 4e keer mee? Van, hè, ben je een beetje traag van begrip of hoe werkt het bij jou? Of hou je van jezelf pijnigen? Ja, ik zeg van, nou, ik denk dat ik er gewoon nog steeds niet ben. En ik leer elk jaar leer ik weer nieuwe kanten van mezelf kennen. En ik had voor mezelf ook wel gedacht, van, ja, zou die 4e keer dan echt nog revolutionair zijn? En jawel, wederom kwam ik erachter dat ik gewoon naar mijn hart moest luisteren. En weer nieuwe inzichten. Weer een nieuw inzicht. En dat zijn dingen die als je als ondernemer alleen maar doorrent, dan ben je blind voor die dingen en dan sta je nooit bij stil. En ik denk ook dat dan heel snel resulteert in een ontwrichte thuissituatie en een ongezonde relatie en alles wat daar mee samenhangt. Ja. Dus ik denk dat de grootste boodschap voor ondernemers is, denk ik, dat je vergeet niet jezelf te ontwikkelen. En niet op zakelijk gebied, maar op emotioneel en persoonlijk gebied. Ja. Want dat is uiteindelijk ook de reden waarom mensen zaken met je doen. Omdat je als persoon in orde bent. Ja, en dat is ook uiteindelijk de reden waarom de meeste ondernemers ondernemen. Want ik ken niet zoveel echt succesvolle ondernemers die er puur voor de money in zitten, zeg maar. Nee, die ken ik geen.
Nee, precies. Mooi man. Dankjewel voor de inzichten en voor de leuke update. En ik merk dat ik dit programma zo leuk vind dat ik hem misschien wel in stand hou. Dus, want dat geeft mij namelijk een hele goede smoes om op regelmatige basis eens een keer bij te praten met interessante ondernemers zoals jij. Dus wat mij betreft heel graag tot de volgende keer. Ja, leuk. Dankjewel. Kijk ernaar. Okay, man. Succes. Hoi. Dank je. Hoi.